Hallo kijkers, welkom weer allemaal in een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Simon de Remus. Mijn macaroni met kaas en herfst staat momenteel in de microgolfoven. Dus als je zelfs piep, piep, piep hoort, dan betekent dat hij ook klaar is om te eten. Ondertussen tijd kan ik aan mijn Q&A werken. Dus we gaan eerst via Discord. Robin Verru, waar zijn al mijn vragen naartoe? Dat weet ik niet. Stel ze maar op Discord. Ik weet het dus niet. Ik heb er een half uur aan geschreven. Oké. Dan gaan we eens even terugkijken op de 24ste. Ik heb daar toch wel op geantwoord, maar de laatste heb ik daar niet meer geantwoord. Op die laatste stuk, daar heb ik niet op geantwoord, Robin Verru. Voilà. Dan, Emiel. Hoezo is uw conditie zo slecht dat je zelf buiten adem geraakt door te wandelen? Ja, met die ups, downs, dat is ook heel zwaar om te wandelen hoor. Daar moet je toch ook wel een redelijke goede conditie voor hebben. En daar ben ik nu heel zwaar aan het werken aan, ook aan mijn conditie, dus dat ik ook regelmatig ook ga wandelen. Daarom ook die wandelvlogs terug. Dan weet je dat ook, dus ik doe ook regelmatig ook mijn GoPro dan ook aan met mijn harnas. Waarom geen dronevlogs meer? Beter, jij brengt dat terug. Ik kan je één ding zeggen. Ik wil het terugbrengen, mijn drone vlogs. Hallo, ik ben hier nog. Maar, voilà. De batterij is er niet. Dus ik kan niet vliegen. Dan weet je dat. Oké, waarom ben je niet gaan magneetvissen deze zomer terwijl je dit had beloofd? Heb je dat beloofd? Dus ik maak geen beloftes meer. Ik ga gewoon altijd nu zeggen van, ik ga proberen waar te maken. En dat zijn dus geen beloftes. Ik ga proberen waar te maken, zodat ik binnenkort ook nog eens magneet gaan te vissen. Dat ga ik nog eens proberen waar te maken. Ik beloof het niet. Zodat ik ook de 50.000 stappen challenge ga ik nooit niet doen. Ja, mijn conditie is ferm achteruit gegaan. Maar de 50.000 stappen challenge, die ga ik nog wel proberen toch nog werkelijkheid te maken. Zo wil ik ook binnenkort ook Dreamhack. La 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 la. Dreamhack. Oké, Kipknot. Hoe ziet de homescreen van je telefoon eruit? Mijn homescreen? Ja, gewoon een achtergrond, hè. Voilà. Alsjeblieft. En ik heb een bericht. Ah, oké. Dat is niks. Je gaat naar de kroeg slash café. Wat bestel je? Een cola of een chocomelk. Een van die twee bestel ik altijd. Welk woord gebruik je echt te vaak? What the fuck? Dat gebruik ik wel heel vaak. What the fuck? Wat is je favoriete film of serie? Film is de filmreeks Harry Potter. En de serie, ja, Ghost Adventures en Familie. En nu ook nieuw op VTM, The Big Bang. Daar ben ik ook aan het volgen. Op jachtseizoen ook op VTM. Dan nog de Roadtrippers van Stuk TV. Daar ben ik nu allemaal aan het volgen. Wat is je culty pleasure op het gebied van televisie? Wat culty pleasure betekent, dus gebruik alsjeblieft geen moeilijke namen. Want ik weet niet wat culty pleasure betekent. Something is kijk, dat is beschamend pleziertje. Wat is je guilty pleasure op het gebied van televisie? Dat heb ik dus niet. Wat is je laatste liedje dat je hebt geluisterd? Denk je dat ik dat bijhoud? Dat is gewoon puur de radio wat ik dan aanzet. En dan zeg ik gewoon tegen Google, bijvoorbeeld stop. Voordat die ook dan de radio dan hier ook opnieuw uitzet. Naar wie was je laatste appje? Nou, wie was mijn laatste appje? Dat was naar mijn mama. Naar mijn mama. Voor het eten. Voilà. Wat is je eerste e-mailadres? Wat mijn allereerste e-mailadres was dimdri.remus@pandora.be. Van Tillynet nog vroeger. @pandora. Dus.
Waar kun je je enorm aan ergeren? Waar ik momenteel nu aan ergeren is, ik wil mijn best terug doen om ook een goede chat terug neer te zetten, ook op mijn livestreams en al, maar dat lukt niet. Ik laat mij ook niet meer afkafferen, afbijten of zo. Dat doe ik ook niet meer. Ik ga gewoon terug nu tegen aanval. Dus jullie kunnen de nieuwe Psycho hier ook wel ontmoeten, ook op de chat en al. Dat ik er tegenaan ga van, ja, ik laat me niet uitmaken voor pedofilie of verkrachter of noem maar op, of fraudeur. Dat ben ik allemaal niet. Totaal niet. Er zijn ook geen bewijzen dus dat ik dat ook doe. Dus voilà. Wat is je meest awkward moment ooit? Awkward ken ik niet. Dus die vraag moet ik jammer genoeg kipknots skippen. Wat is je favoriete dag van het jaar? Dat is mijn verjaardag, hè? 17 november altijd. Hè? 17 november, dat is mijn favoriete dag van het jaar. Wat is je favoriete emoji? Lachend kakske. Katten of honden? Wel, als ik moet kiezen tussen katten of honden, dan kies ik toch liever voor de katjes. Utrecht of Amsterdam? Utrecht ben ik al ooit geweest, dus ik heb voor Utrecht gekozen. Amsterdam, daar moet ik ook nog eens naartoe gaan. Ben nog nooit naartoe geweest, dus nu gaat mijn voorkeur naar Utrecht toe. Koffie of thee? Ik heb nog nooit thee gedronken, dus mijn voorkeur gaat dus helemaal integraal uit naar koffie. Serie of film? Dan heb ik toch liever series. Omwille van, ze maken het soms zo spannend op het laatste dat je toch nog de dag erop weer op moet kijken. Dat vind ik zo leuk aan de series, aan de films. Dus meestal heb je dat altijd een happy end. Engeland of Amerika? Engeland, want in Amerika ben ik nog nooit geweest. Dus ik wil daar ook nog wel ooit eens naartoe gaan. Bijvoorbeeld naar Los Angeles of zo. Daar wil ik wel eens ook wel eens gaan vertoeven. Engeland ben ik wel al geweest, gelijk naar Alton Towers en Pleasure Beach ben ik al geweest. Dus ja. Vlees of vis? Vlees of vis, dan kies ik toch wel voor vlees. Zo gelijk chipilata of een frikandel. Spice Girls of the Backstreet Boys? Spice Girls, want ik vond dat die een hele mooie stem hadden. Ze konden ook altijd goed zingen en al. Bert of Ernie? Bert, je hebt een banaan in je oort. Wat zeg je, Ernie? Bert, je hebt een banaan in je oort. Wat zeg je, Ernie? Je hebt een banaan in je oor, Ernie. Dan zegt Ernie, ik heb een banaan in mijn oor of zoiets. Dus, kan ik daar iets uit kiezen? Nee. Buurman of buurman? Ja, buurman dan, hè. Want ik heb een hele toffe buurman, Jan. Dat is echt een hele leuke gast. Als ik eens iets nodig heb, staat hij ook klaar voor mij. En dan als hij iets nodig heeft van mij uit, dan sta ik ook wel klaar voor hem. Sesamstraat of Villa Achterwerk? Sesamstraat heb ik nog nooit gevolgd. Ik ken het wel, maar dan ga ik toch voor Villa Achterwerk. Villa Achterwerk, ik geloof dat ik die serie vroeger heel vroeger wel heb gevolgd, maar... Ik weet er jammer genoeg niks meer van. Schiet mij dood, kipkrons. Ik ken er niks meer van. Meest random feitje over jezelf. Feit of feitje over jezelf. Meest random feitje over mezelf. Dat ik klaarsta ook wel voor mijn vrienden als ze hun echt mee nodig hebben. Dan zal ik er altijd klaarstaan voor hun. Ik kan heel moeilijk ook nee zeggen. Dat is een feitje over mijzelf. Belangrijkste levensles die je tot nu toe hebt geleerd? Niet liegen. Niet liegen en niet bedriegen. Dat is mijn levensles wat ik tot nu toe heb geleerd. Dan gaan we over naar de DC. Steun jij ook Palestijnen in hun gevecht tegen de Zionisten? Ik sta neutraal, DC. Dus ook de oorlog van gelijk in Hamas en al... ik volg het niet. Ik volg het totaal niet. Dan weten jullie dat. Wat is jouw favoriete radiozender? Moet je dat nog vragen, de DC? Dat is toch Q Music? Q is better than you. Of zoiets.
Ben je links, rechts of recht door zee? Ik ben rechtshandig. Dus als je daarmee bedoelt... Of recht door de zee. Of wat bedoelt je daar weer mee? Dat snap ik niet. Wie van de koninklijke familie is jouw favoriet? Ja, momenteel Prins Philippe. Prins Philippe. Ja, ja, ja. Wat voor positieve dingen heeft koning Leopold II bijgedragen aan de België naar jouw mening? Naar mijn mening? Ik ga daar een hele eerlijke antwoord en een hele eerlijke mening op geven. Ik heb nooit de politiek en zoals ik ook wat de koningshuis en allemaal doet, volg ik nooit niet op de voet. Dus wat koning Leopold II heeft bijgedragen aan België, I don't fucking know. Ik weet niet. Wat heeft hij bijgedragen aan België? Ik weet het niet. Ik geef daar. Dat is het eerlijkste antwoord wat ik recht op mijn hart kan zeggen. Dan. Als Nederlanders België zouden aanvallen, zou jij vechten voor België of zou jij Nederlanders verwelkomen? Ik sta neutraal. Ik zal ook niet gaan vechten. Zowel niet voor Nederland als zowel niet voor België. Sorry, oorlog moet er niet zijn. Oorlog moet er gewoon niet zijn. Dan, DC, opnieuw. Welke cupmaat heeft uw mama? Voor mij een weet, voor jou een vraag. En die vraag, dat blijft privé. Dat wil mijn mama ook niet, dat het openbaar wordt gegooid. Voilà. Is de Holocaust echt gebeurd? Het internet zegt van niet. Wat een Holocaust is... Begot, ik weet het dus totaal niet. Wat is een Holocaust? We gaan dus even opzoeken. Een Holocaust... dat is een hele ding wat hij dan... Ja, holy shit. Holocaust. Dat is precies ook weer van oorlog of zo. Ja. Ik ben er niet in thuis. Ik ben er echt niet in thuis, die DC van de Holocaust. Waar zou je liever in willen wonen? In corrupte democratie of een welwillende dictatuur? Neutraal. Ik sta daar neutraal. Ik heb huiswerk. Vraag maar, ik kom er niet uit. Kan je mij correcte antwoord geven? Ik ben niet helemaal thuis in het Engels. Ik ga het proberen voor te lezen. Which of the following is significant factor in determining the level of working process, WEP? Inventory when a pool system is employed. Dus als iemand het kan helpen voor TC zijn vraag te beantwoorden. A. Number of open shops orders. B. Quantity of pots represented by each signal. Of zoiets, signal. C. Number of workstations in the progress. Of D. Tag time required voor de progress. Als iemand hem kan helpen, laat het hier onder in de comments weten met het antwoord A, B, C of D. Alsjeblieft. Ik hoop dat ik het ook goed in het Engels heb gezegd. En ondertussen tijd is er ook een nieuwe Q&A al aangemaakt op Discord. Dus als je naar Discord gaat, de link staat hier onderaan in de beschrijving. Dan moet je het even ook goedkeuren, dus dat je ook macht krijgt op mijn Discord server. En dan, ik krijg eigenlijk ook wel regelmatig, ook wel als er witte namen bij staan, die probeer ik dan ook wel, zeg het. Hun rechten te geven als fans. Dan kun je ook dan reageren in, dus in die nieuwe topic. 6 november 2023. Dat is de nieuwe topic waar je in kunt reageren op Discord. Dus stel uw vragen daar maar.
Ik beantwoord ze, ik probeer ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Stel alsjeblieft geen wetenschappelijke vragen, geen wiskundige vragen of zo gelijk ook. Wat nu ook TC van huiswerk heeft gegeven. Doe het alsjeblieft niet, want ik ben daar totaal niet in thuis. Ah! Ik probeer het wel te helpen. Ik probeer wel mijn best te doen. Maar het is ontzettend moeilijk. Dan gaan we... Wacht, hè. Dan gaan we naar dingen, vlog 1670. Daar zijn 10 reacties op gekomen. Daar heeft ooit niemand een vlog van bijna 2 uur. Ja, soms heeft Enzo Knol ook een vlog van 2 uur, maar daar kijken wel mensen daar naartoe. Dan Romeo, ja Romeo ga ik zo noemen. Toffe wandelvlog, Timmy. Oh jong, wat lang was mijn eerste gedachte toen ik zag dat deze bijna 2 uur duurde, maar wel weer een goede vlog. Gelijk dat ik gewoon ben van Sager TV. Misschien kon je het hier best 2 delen van gemaakt hebben. De wandelvlog en dan nog de Joe FM gedeelte apart. Niks van aantrekken van de zeikers die elke vlog negatieve commentaar geven. Met vriendelijke groeten, Romeo Pietro Jan, maar jij mag QG zeggen. Oké, dankjewel QG voor zo'n goede commentaar. Awal, daar geef ik u een hartje op. Dan Alexander. Hallo Psycho, ik ben teleurgesteld in deze vlog. Met vriendelijke groeten, Jan. En waarom ben je eigenlijk teleurgesteld? Laat het mij echt in de reactie eens weten. Dan kan ik daar ook eens op antwoorden en dan krijg ik ook wel een deftige... Ja, ik bedoel, ik ga daar ook wel op antwoorden bij de volgende Q&A. Dan e-mail, schoon beeldmaat op 20. Oh, wacht hè, op 20. Eens even kijken wat die daarmee bedoelt. Ah ja, op die 20ste minuut. Ja, ik was ook aan het... ik had dus een gsm vast van Amber... En dan moest ik altijd ook nog met een GoPro vast. Ja, ik had dus geen twee zaken tegelijkertijd. Bij de naden door te wandelen, dat kan enkel die me overkomen. Ga nog ziek worden hierdoor? Nee, ik zal niet ziek worden daarvoor. Ik ga daar meer conditie mee creëren. E-mail, alles in 180p kwaliteit en totaal niet in 4K. Shitvlog, maar echt. Dat is jouw eigen mening. Dan hij opnieuw. In plaats van te genieten van het optreden, zit jij een uur lang alles te filmen. Wat voor asociaal geval zit jij, maat? Wij moeten dat allemaal ook niet zien. Dat is ook mega slecht kwaliteit en het geluid is ook shit. Mooie tijdsverspilling, maat. Dat is jouw eigen mening, e-mail. Dus en ik ga mij daar niet op laten afkraken. Dat is mijn filmingstijl en als je daar niet content mee bent, ja, hoepel dan op. Vlog is shit kwaliteit, 20 uur gerenderd en dan in 1080p te moeten kijken. Proficiat maat, weer gefaald. 1080p, die staat toch wel fucking hell op 4K, op 1080p. En niet op 180p. Heb ik ook al 180p? Nee. Ik heb 144, 240, 360, 480, 720, 1080. Dan Bram. Denk jij nu echt dat er mensen 1 uur 50 minuten hier naar kijken? Echt troep dit. Bram, sommige mensen doen dat wel. Maar ja, als jij dat zelf als eigen mening wilt beschouwen. Als jij zegt van dat er mensen dat niet doen. Oké, dat is jouw eigen mening. Maar er zijn wel mensen die dat wel doen. Er zijn mensen op de wereld die dat wel doen. Als jij dat niet doet, oké, so be it. Lucas, als jij eerst leert editen, zullen er misschien wat kijkers komen. Niemand kijkt 1 uur 50 minuten naar uw video's. Ja, dat is jouw eigen mening opnieuw. Dan zijn er nog 12 reacties opgekomen op de vlog 1671. Dan zitten we weer op bij e-mail. Jij denkt echt serieus dat je de zwaarste job hebt op aarde. Ga eens een normale job doen 5 dagen per week. Denk dat je juist wat anders gaat reageren. Er zijn nog zwaardere jobs in de wereld, dat weet ik hoor, Emiel. Er zijn nog een paar zwaardere jobs. Maar wat wij ook doen in de maatwerkbedrijf,
Wij hebben ook soms hele zware opdrachten, hoor. Ik zeg niet altijd, maar wij hebben ook eens regelmatig eens zware opdrachten. Dus zeik alsjeblieft niet op de maatwerkers hun kap. Dan 51-25. Wauw. Wat moet ik daar weer mee voorstellen? Van wauw. Oh, ik haat het. Ja. Ah, oké, okay, dat ik je zielig filmpje heb genoemd, ja. Dat is mijn mening. Dan 49-45, idioot, zoek eerst op wat infrastructuur betekent, want je weet het duidelijk niet. De infrastructuur is waar je ook bijvoorbeeld in woont, of de infrastructuur van een pc-kast. Daar heb je in alle vormen infrastructuur. Voilà. Hey, dan nog eens opnieuw. Hoezo duurde het 4 uur om naar Bobbejaanland te gaan en maar 1 uur om terug thuis te geraken? Ah, wel. Ik zal het de reden eens ook eens vertellen. 'S morgens vroeg moest ik van Hakkenveld naar, dus van mijn ouders thuis, naar Hakkenveld perron gaan, bushalte. Daar moest ik de bus nemen naar Selambrenzeik. Van Selambrenzeik moest ik weer al overstappen naar in Hasselt. In Hasselt moest ik weer al overstappen voor naar Geel te gaan. Van Geel moest ik weer al overstappen voor naar Herentals te gaan. En van Herentals moest ik weer al overstappen om naar Bobbejaanland te gaan. Waarom? Ik heb dan gevraagd aan de baas, mag ik alsjeblieft 10 minuten later beginnen elke dag? Waarom? Dan kan ik ook perfect de trein nemen. En ja... Dan was ik maar een uur onderweg. Een uur en een kwartiertje. Maar ja, de baas wou dat niet. Die wou ook perfect dat de attractie op tijd openging. Oké, okay, dan reis ik 4 uur 's morgens vroeg met de bussen daar naartoe. En een uur en een kwartier terug naar huis toe. Voilà. Dan BRNT. Trek dan mijn rechten in. Waarom moet ik jouw rechten intrekken, BRNT? Want jij bent wel goed bezig. Ik... Vertrouw u nog altijd 100%. Shift happens, juist zout. Ik vertrouw hem ook. Oké, okay, het gaat nu een klein beetje wat stroepel. Ook naar Doekie toe gaat het ook wat stroepel toe. Ook naar Exo toe gaat het ook wat stroepel toe. Maar ooit in de toekomst gaat dat wel terug wel beter worden. Daar ben ik 100% zeker van. Je zegt in het begin van de video dat je niet meer wilt liegen. Nu geef je allerlei redenen waarom je zou ontslagen hebben. Tegen ons heb je verteld dat het kwam omdat ze jouw schoenmaat niet hadden. Welk van deze verhalen is de echte versie? Zo gelijk in Plopsaland Indoor Hasselt, ja, daar hadden ze mijn schoenmaat niet. En zo gelijk voor ook in, bij de bootjes gaan te helpen, die weer al aan de kant te duwen en al. Voilà. Daar was mijn schoenmaat het probleem, dus daar zal ik niet over liegen. Ja, enkel tegen Doekie. Doekie blijft ook nog altijd een goede kameraad van mij. Oké, okay. Heeft nu even de contact verbroken met mij. Ik hoop, die hoop mocht er altijd zijn, dat het nog gaat goedkomen. Ik weet het wel. Clownsmurf bij deze. Ja, dat is jouw eigen mening. Dan Bonnie Crusher, thanks. Dan Lucas, trekt weer op niks. Romeo, top, dankjewel. Veel te lange video, kijk ik niet. Relaxing, raindrops. Dat is jouw mening. Als je het niet naar deze Q&A wilt, dan kijken van vorige week. Ja, dan dat is jouw eigen mening. Ik probeer ook iedereen te beantwoorden, zowel op Discord als ook op YouTube vragen. Voilà, ça. Ik ben rond met het Q&A. En als er nog iets bij komt, dan laat ik het jullie zeker weten. Tot straks of zo. Yo, yo, yo. Ik ga nu mijn macaroni met kaas en hesp uithalen. Ik kan jullie meenemen gewoon. Voilà. Na de Q&A ga ik nog een heerlijke macaroni met kaas en hesp eten. Want die heeft gepiept. Oeh, die is lekker warm. Ja. Kijk, dat is aan. Oh, heerlijk. Oeh, hahaha. Dat gaat mij lekker smaken. En dan nog s'avonds naar Bea toe. Tot straks allemaal. Zo yo. Mensen. Ik heb mijn blouse nog aan doen. Ja, het is redelijk donker al op mijn appartementje. Ik ga nu dan ook richting Bea gaan. Het heeft mij ook lekker gesmaakt worden. Macaroni met kaas en hens met de extra wat. Ik doe er altijd wat extra nootmuskaat op.
voilà. Ah ja, hier ligt mijn keel zijn. Dan moet het toch nog eens één keer op mijn slaapkamer ook nog zijn om nog iets gaan te halen. Dan, dit gaat zij ook nog krijgen. Wauw. Deze krijgt zij, ja, cadeautje van mij. Dat ik haar heel graag zie, mensen. Ik zie haar ontzettend graag en daar komt niemand niet intussen. Niemand niet. Niemand niet. Punt uit. Niet mijn ouders, niet mijn kijkers, niemand niet. Wij zijn aan ons eigen aan het werken. En dan zijn we trots op dat dat heel goed aan het verlopen is. Heb ik nu alles? Nee, mijn portefeuille. Ik kan niet zonder portefeuille, dus zonder identiteitskaart rijden. Voilà, mijn portefeuille. Licht uit, spot aan. Grapje. Dit mag weg. Eens even kijken. Dit mag weg, ja. Dit mag ook nog weg. Ligt hier ook nog iets wat weg mag? Ja, daarvan. Etias. Dan heb ik hier nog een papier. Oké. En voilà. Dit gaat naar de papierbak toe. Waar het ook hoort. En dan ga ik naar mijn wagen toe. En dan richting naar mijn schatje. Ja, en hier heb ik wel een speciale kleurken hoor. Kijk maar, mensen. Oh, rood. Nu. Ja, naar groen zeker. Ja, naar groen. Wauw. Wauw. Voilà, ça. Dus ik spreek jullie allemaal straks terug. Ik ga jullie ook wel laten weten hoe het is verlopen en al. En mensen die zeggen van, kijk, ik doe dat met Bea, ik doe dat met Bea, ik doe dat met Bea. Jullie zijn, misschien hebben jullie wel de verkeerde Bea voor. Want ik heb gehoord zelfs aan Bea dat hij geen bezoek heeft ontvangen van niemand anders dan ik en nog een paar andere mensen die zij wel kent. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Even op bezoek bij Bea. Hier, dat is de lokaal waar wij momenteel zitten. Bea is even naar de wc toe. Ja, meer vlogs van Integraal met mij en Bea, dat komt er ook nog aan, maar als zij hier zit, kan ik het niet doen. Kan ik het gewoon niet doen. Er zijn ook nog toekomstplannen, maar ik ga er ook wel eens over hebben met haar. Hoe zij het ziet zitten om ook terug in mijn vlogs te komen. Goed mensen? Oké. Ik ga verder. Socialize nu met Bea. Zo mensen, ik ben terug aangekomen bij mijn thuis. Om mijn appartementje. Klein stukje te voet nog aan het wandelen. Ten deze is die kapot. Van niks te doen. Jawel hoor. Ik heb ook al een en ander gedaan hoor vandaag. Denk niet dat ik stil zit hoor mensen. Denk niet dat ik stil zit. Voilà. Ik ga nu mijn voordeur open doen. Dan zien jullie mij terug. Voilà. In de lift. Ik ga mijn vlog beëindigen. Voilà. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Blijf je op de hoogte. Wanneer dat uw vlog, video of livestreams aanwezig zijn. Ik zie jullie allemaal morgen terug. En een kleine weetje. Ik heb het al besproken, ook al met Bea. Om
haar ook meer terug te betrekken in mijn vlogs. Ze gingen erover nadenken. Ze gingen er echt over nadenken. En hier ben ik weer. En, jawel, ik ben dus vandaag ook vertrokken. Zonder. Oeps. Oh, ik was vergeten. Dat was met het daten, hè. Ik wou snel zijn. Je ziet, hè, soms snel zijn kan ook niet goed zijn. Tot morgen. Yo.